Meesterkamp op de terugweg. Ik weet niet of dat jou dat ook zo is. Er worden de trekhaken gemeten. We hebben daar Gerrit Veld met een rolmaat staan. En precies uitgelegd wat 50 centimeter is. En die gaat daar alles langs dezelfde lat leggen. En was gisteravond ook zo. Het is namelijk groeizaam weer. Zeker in IJsselstein. En er zijn dingen die nog harder groeien als de laatste snee gras op het land. Dat was even trekhaken van standaardtrekkers. Dus die worden er al heen als terug gemeten. Nou steek ik dat even met een vinkslag in. Maar dat is voor een TVR wel heel moeilijk om te controleren. Ook in de spot en in de supersportklasse, want je zit de trekhaak op 50. Er zijn natuurlijk met name in spot en supersport, zijn er echt wel acties denkbaar. Waarbij je zegt, we zetten de trekhaak lager en we schakelen op. Ik noem maar iets, dat kan in omstandigheden kunnen daar aanleiding toe geven. Alleen er is geen hond die kan controleren als jij die knieën daarachter een bremskwartier zit. Of zijn we naar beneden draait of omhoog draait. Dus dat het op de terugweg gecontroleerd wordt, is op zich nog niet zo bijzonder. Heb je het ook gezien, heb ik, ja? Onderstuurde 905 op het allerlaatste moment terug. Ja, dan zitten er wel wat rijderservaring natuurlijk in. Ja, maar op de allerlaatste minuut terug te gaan in verzet. Zodanig